De Belgische overheid moet binnen 30 dagen een einde maken aan alle coronamaatregelen in het land. Dat heeft een rechtbank in Brussel geoordeeld. De maatregelen zijn daarmee illegaal. Ik ga erover praten met onze correspondent in Brussel, Ruud Mikkers. Ruud, dit is een pittige uitspraak. Dat betekent in de regel dat gewoon alles binnen 30 dagen beëindigd moet worden? Nou, zover gaat het denk ik niet. Het betekent meer, zo is het althans uitgelegd door degene die het vonnis ook hebben gewonnen eigenlijk, dat er binnen 30 dagen een betere juridische basis moet komen voor al het beleid dat het afgelopen jaar is gemaakt met betrekking tot corona. En zo niet, dan is er een probleem. Maar de rechter geeft wat dat betreft nog even tijd om wat reparatiewerk te verrichten. Ja, dus het belangrijkste argument van de rechtbank is, de wet klopt niet. Precies. Ze hebben geoordeeld, eigenlijk net als in Nederland, dat de juridische onderbouwing niet in orde is. Daar zijn speciale noodwetten zijn daarvoor gebruikt, die eigenlijk helemaal niet nooit bedoeld zijn voor de bestrijding van de pandemie, waarin we natuurlijk nu zitten. En dat moet gewoon anders. Daar moet juridisch moeten ze mee aan de slag. Dat moet anders onderbouwd worden en daarvoor krijgen ze dus nog een maand de tijd om dat beter te doen. Ruud, als we het hebben over coronamaatregelen, wat is er nu van kracht in België? Nou, België is eigenlijk al ruim een jaar een van de strengste lockdowns, denk ik, die je in Europa hebt. Het is zo dat hier een reisverbod geldt voor alle inwoners naar het buitenland, voor niet-essentiële reizen, dus niet alleen ontraden, het is gewoon echt verboden. Avondklok, nachtklok geldt al sinds oktober. Die gaat dan weliswaar om 12 uur in grote delen van het land, buiten Brussel. Die geldt wel al heel lang. En je ziet hier dat bijvoorbeeld ook weer de niet-essentiële winkels zijn dichtgegaan. Er waren net wat versoepelingen geweest, ook omtrent de bezoek aan de kapper. Dat is allemaal weer teruggedraaid. Dus het is behoorlijk streng beleid, ook omdat de cijfers recent weer wat hoger werden. Ja, het is dus een overwinning, tenminste althans voor een groep die geprocedeerd heeft. Hoe is er gereageerd op de uitspraak van de rechter? Nou, eigenlijk wel met enig ongeloof. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn in België die denken dat over 30 dagen het feest kan losbarsten en er niks meer overeind staat. De Mensenrechtenliga die dit heeft aangespannen, dat is denk ik wel belangrijk om te benadrukken, hebben niet gezegd, van het is allemaal onzin, er moet helemaal niks, we moeten er helemaal niks van hebben van dat beleid. Hè. Dat is anders dan bij viruswaanzin in Nederland. Ze zeggen alleen de juridische basis deugt niet en wat dat betreft worden rechten met voeten getreden. Wat dat betreft is er een beetje tijd voor de regering om wat te repareren. En dat zal nu gaan gebeuren, of er een hoger beroep komt of niet, dat is nog niet helemaal duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken bestudeert dat nog. Dus ze kunnen twee dingen doen, of in hoger beroep gaan en afwachten in de hoop dat het dubbeltje de andere kant op zal vallen, of snel wat reparatiewerk verrichten. Ja, je noemt het, die club heet de Liga voor de Mensenrechten. Procederen die vaker? Ja, dat is een club, een NGO die, de naam zegt het al, die voor de mensenrechten opkomt. Dat is niet per se een anti-corona-maatregelenclub. Dat is puur een juridische, een club die het juridische hoog in het vaandel heeft staan. De burgervrijheden. Daarop is al een jaar in het kader van de bestrijding van de pandemie natuurlijk van alles en nog wat op aan te merken. En vandaar dat zij aan de bel hebben getrokken. Maar dat is niet een heel extreme organisatie of zo, net als in Nederland met viruswaanzin is gebeurd. Nee, wij hebben hier die rechtszaak gehad tegen de avondklok. Nou, die is in de eerste aanleg gewonnen door viruswaarheid, heette ze tegenwoordig. En in hoger beroep is die van tafel gehaald. Maar eigenlijk heeft de rechter in Nederland uiteindelijk gezegd, de hogere rechter, ja, je hoeft als overheid niet elke situatie te beschrijven om die wet te gebruiken. Die wet bestaat en je mag hem gebruiken en je hoeft dan niet een hele... Het is niet helemaal afgekaderd voor welke situatie je dat nou gebruikt. Kun je dat een beetje hiermee vergelijken? Ja, dat denk ik wel. Het gaat heel erg om de juridische onderbouwing. In het Belgisch geval is er een rampenwet gebruikt. En wat de rechter eigenlijk zegt, komt erop neer dat zo'n rampenwet nooit bedoeld is geweest voor zo'n lange periode, voor de bestrijding van een pandemie. Dat is veel meer incident gebaseerd eigenlijk.
En wat er nu moet gebeuren is dat er op een andere juridische grond dat moet worden aangevlogen. En je ziet gewoon dat met de onderbouwing hiervan ook dat er ook heel duidelijk wordt gezegd dat op basis van deze wetten eigenlijk het debat met het parlement uit de weg wordt gegaan. Dat is in ieder geval iets wat door de advocaten is aangevoerd. En dat is eigenlijk omdat het dan een incident is, hè, een kortlopend iets, waardoor je niet meteen naar de Kamer moet. Maar ja, dat zie je nu al eigenlijk gedurende een jaar. En daar schuurt het ook heel erg. Ja, wat dan opvallend is, in Nederland was het zo dat de avondklok opgeheven moest worden. Maar hier is er een boete. Maar aan wie betaalt de overheid nou dan die boete? Ja, dat is aan die organisatie. Dat is een dwangsom. Ja, ik denk overigens niet dat de Belgische staat daar heel erg van onder de indruk zal zijn. Dat gaat om 5000 euro per dag met een maximum van 2 ton. Nou ja, dat is niet iets wat een overheid niet kan betalen natuurlijk. Maar het is wel duidelijk dat zij gewoon juridisch iets anders moeten gaan verzinnen. En dat is natuurlijk veel belangrijker in deze. Ja, tot slot Ruud. België zit staatsrechtelijk best ingewikkeld in elkaar. Je kunt natuurlijk een hoger beroep doen, maar je zit natuurlijk ook nog allemaal met allerlei federaties. Hè? Je zit in een soort van federatiestelsel. Is het überhaupt makkelijk om daar gewoon een andere wet voor te verzinnen? Nou ja, daar gaan ze nu naar kijken. Kijk, uiteindelijk moet gewoon de federale regering het besluit nemen. Dat gebeurt wel allemaal na beraadslagingen met regeringen op deelstaatniveau. We hebben in totaal 6 regeringen hier. Ja, dat is voor Nederlanders bijna niet te begrijpen. Maar het is nogal complex hoe hier besluiten tot stand moeten komen. En je ziet dat ook constant in het coronabeleid. Dat daar flink over geknokt wordt tussen de Walen aan de ene kant, de Vlamingen aan de andere kant. Brussel speelt vaak een bepaalde rol. De federale regering moet daar allemaal maar chocola van zien te maken van al die verschillende meningen. Dus dat zal in dit geval ook wel gaan gebeuren. Je ziet vaak dat de Franstaligen wat meer naar Frankrijk kijken, wat strenger zijn. De Vlamingen hebben lang naar Nederland gekeken, waar lange tijd het beleid wat losser was. Nou ja, en je ziet dat soms tot grote oneenigheid leidt. Vorige week nog was er grote ruzie over het weer sluiten van de basisscholen. Dat wilde de Vlaamse regering helemaal niet. Nou, die hebben uiteindelijk gewoon het onderspit gedolven. Maar het is een recept voor veel oneenigheid in ieder geval. Ja, Ruud, het klinkt alsof dat er een hele hoop gedaan moet worden in 30 dagen. Zo klinkt het in ieder geval. Nou, maar ze zijn hier wel wat gewend, dat scheelt. Het is gewoon een normale manier van opereren hier, dat helpt. Ruud Mikkers vanuit Brussel, dankjewel.